Welkom op het jaar evenement van Pioneering. En vandaag hebben we het over duurzaamheid. Alles duurzaam. Nou, hoe dan? En hoe kunnen we daarvoor zorgen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Dat jullie hier allemaal zijn. En dat is de grote uitdaging voor ons allemaal. Ergens aan beginnen, maar vooral volhouden om met verduurzaming onze wereld een heel stuk beter te maken. De kennis van vandaag brengt ons verder, maar zonder kennisontwikkeling en kennisdeling gaan we het niet redden. Duurzaamheid voor jou? Wat duurzaamheid voor mij betekent? Ik denk een betere morgen creëren voor mezelf en voor mijn gezin. Maar ook zeker voor de generatie die nog gaat komen. Duurzaamheid voor mij is niet iets wat je wordt opgedragen, maar iets wat je vanuit binnenuit voelt en nastreeft. Voor nageslacht, al die opgaven die we hebben, zoals klimaatadaptatie, hittestress, om kwalitatief goede ontwikkelingen waar te maken. Maar dan denk ik gewoon aan besparen van bijvoorbeeld reistijd, door iets heel op een goede manier in te zetten. Duurzaamheid vooral begint bij jezelf, zelfbewustzijn. We maken er gewoon een puinhoop van. Als jongste telg van die aarde zouden we echt wel wat beter naar die aarde kunnen kijken. We moeten zorgen dat het iets is wat ons in ons hart raakt en wat van ons allemaal wordt. Je wil als bedrijven en als ondernemers met elkaar, je wil als vastgoedontwikkelaars met elkaar een heel, heel, heel mooi afgestemd aanvalsplan hebben waar je zelf in gelooft. Die zegt eigenlijk, je kan alleen maar het systeem van binnenuit veranderen. Je kan alleen maar een systeem veranderen als je daar zelf een onderdeel van uitmaakt. Met het veranderende klimaat moet je ook echt pionieren. En hoe werken we samen aan de transitie van Nederland? We zitten in de verandering van het tijdperk. We zitten niet in het tijdperk van verandering. En die stikstofcrisis is eigenlijk begonnen in oktober 2019. Mark Rutte, die een persconferentie gaf, en die zei, dit is de ergste crisis die de loopbaan heeft meegemaakt. Steekt Nederland gemiddeld met kop en schouders bovenuit. Ik weet niet of je dit ooit zo had beseft, maar voor alle landen in Europa hebben wij het grootste stikstofprobleem. Er zit een nog veel grotere schok aan te komen dan corona. Corona gaf een lockdown in de economie, maar als het klimaat echt ons land beetpakt, dan moet de hele economie over andere boeg. Wij vinden vanuit ons DNA dat wij te gast zijn op de aarde, dat onze huisjes ook te gast zijn. Dus we bieden permanente flexibiliteit, je kunt het oppakken en weer verplaatsen. En om dat middels kennissessies vanuit onze academies kenbaar te maken. Dus dat waarde toevoegen moet nog steeds gebeuren. Dus het is niet recyclen alleen, nee, je zet de kunst om naar die upcycling te gaan. We kunnen heel veel met elkaar. Als je ziet wat meneer Kus heeft laten zien, daar werken we allemaal in de infra aan mee. Dat kunnen we al, dat hebben we heel snel opgetuigd. Alles duurzaam, hoe dan? De mens verandert, op het moment dat je urgentie voelt. Je daarin moet volharden en dat je automatisch daarin ook anderen meeneemt. En niet alles in één keer voor elkaar willen maken. Heb geduld. Zorg dat je de mensen om je heen aangehaakt houdt, geen weerstand oproept, omdat je misschien zelf te snel wordt. Ja, dat is iets waar ik mij ook wel zorgen over maak. Want het grootste pijnpunt, wat als ik vandaag ook weer hoor binnen de nieuwsradio, volgens mij op iedere werkeloze zijn er 133 vacatures. Dan denk ik van, hoe gaan we dit gigantische project wat er ligt doen? Nou, dat was weer eens een inspirerende sessie op een inspirerende locatie. En duurzaamheid, dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen. Welke actie onderneem jij? Ik ben benieuwd. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei!